Ik ben Jeff Kastermans, ik werk in Zeebrugge bij 2XL. Ik hou van toneel, muziek en zingen. En ik ben kei blij dat ik hier eigenlijk ben vandaag. Jeff is een van de kandidaten die meedingen naar een plaatsje in de finale van de allereerste Mr. Gay Vlaanderen. In Gent werd een 60-tal jonge mannen deskundig gekeurd door een jury. Zij kregen de taak om er 12 toppers uit te kiezen. Waarom doe je mee aan Mr. Gay Vlaanderen? Oh, gewoon voor de fun. En ja, een beetje mijn zaak in de pikje zetten ook. Mensen die zeiden, waarom zou je niet meedoen? En ik dacht van, allee, waarom niet? Eigenlijk is een keer een andere uitdaging. Heel blij. Zeker en best. Het is een opluchting dat ik de uitslag wel kreeg. Want ik stond serieus te bieberen op mijn benen. Achter Mr. Gay Vlaanderen zitten Bram Bierkes en zijn partner. De presentator, zanger en deelnemer aan het programma Toast Cannibaal is bijzonder trots. Ja, het is vandaag de lancering eigenlijk. We hebben vandaag de casting achter de rug. We hebben 12 jongens geselecteerd uit meer dan 55 inschrijvingen. Voor een eerste editie denk ik dat we daar toch wel heel blij mogen mee zijn. En voor ons is het een start van een nieuw avontuur dat we samen hebben aangegaan. Dus een nieuwe start en een nieuwe misteverkiezing in Vlaanderen. En Jeff, die was er helaas niet meer bij. Shit happens. Ja. Voor de anderen werd het meteen een drukke dag. Ze werden ingeplekt tijdens een shoot. Vanaf nu is het in één rechte lijn naar de finale op 28 juni, waarin de jury, zoals bij alle verkiezingen, vooral naar de inhoud zal kijken. Ik denk dat we ook samen dat besproken hebben om zoveel mogelijk diversiteit te creëren. Dat we niet alleen gaan zoeken naar een jongen die er heel goed uitziet, maar die daarnaast, en dat is eigenlijk voor ons beiden en de juryleden vandaag ook, dat bevestigt het verhaal. Ik denk dat dat vooral het meest belangrijke is. De jongens moeten iets te zeggen hebben. En dat is voor ons toch wel hetgeen waar wij vandaag het meest naar gekeken hebben. De eerste Mr. Gay Vlaanderen zal ons land vertegenwoordigen op Mr. Gay Europe in Praag en op Mr. Gay World in Antwerpen. Stemmen kan nu al op www.gaylog.be. You're so crazy. I think I wanna have your baby.